Ik ben Sabine. Ik ben de maker van Harpologie. Ja, je hebt het helemaal gehaald tot level 3. Proficiat. Nu gaan we echt muziek maken. Vandaag behandel ik namelijk level 3 van het stuk Chips met Hagelslag. Dat is een solopartij. De bladmuziek kun je gratis downloaden op www.harpologie.com. En als je dan toch op die site bent, bestel dan gewoon meteen een leuk harpologieboek. Dat is fijn voor mij en voor jou en voor je publiek. Zoals je al weet bestaat dit stuk uit 6 verschillende partijen die telkens herhaald en herhaald worden. Eigenlijk zijn wij een soort sample machine. Je kunt allerlei combinaties maken van partijen en daardoor klinkt het elke keer anders. Maar vandaag gaan we naar partij 6. Dat is een uitgeschreven solo en die klinkt over al die andere partijen. Die herhaalt zich niet. Print de bladmuziek uit en studeer hem in je eigen tijd in. Het is een hele uitgebreide, complexe solo. Ik zal hem 1 keertje voorspelen. Werken in te studeren, korte liedjes trouwens ook, is om het in stukjes te hakken. Dus zet na elke 8 maten een dikke, vette streep en concentreer je iedere dag of iedere week op 1 stukje. Want je kunt dit stukje ook de hele tijd blijven herhalen over die play-along track. Nu ken je alle levels van Chips met Hagelslag. Als je wilt oefenen of samen muziek wil maken met mij, kijk dan even naar de officiële play-along track op Harpologie YouTube channel of op Spotify. Daar zijn alle partijen te horen en ook de hele solo. Als huiswerk wil ik je uitdagen een eigen solo te improviseren over dit liedje. En met improviseren bedoel ik niks anders dan fantaseren of lekker proberen, even spelen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, het hoeft niet eens mooi te zijn, als het maar helemaal jouw noten zijn. Op de bladmuziek staat het akkoordenschema en misschien geeft jou dat wel wat houvast of inspiratie. Je kunt uitgaan van de grondnoten of van de 3 klanken. Maar ik zal je geheim verklappen, alle snaren klinken goed. Dat is zo geweldig en een harp. En tip van de dag, experimenteer eens met de F-haakjes. Soms klinkt het graag met een F en soms met een vies. Als je wilt weten hoe dat nou precies werkt, vraag dan aan je eigen docent hoe dat ook alweer zit met majeur en mineur, D majeur, D mineur, D mol 9. Take care and have fun!